Hey, yo beste kijkers! Ik doe weer een Minecraft Survival en nu een andere Survival. Jullie zien dat ik heel veel tools heb. Dit is namelijk Survival met. Matthijs! Zeg eens hoi, Matthijs! Hey, hoe gaat ie, bro? Yo! Oh, wacht even. Oké, en ik heb wat tools, want ik had wel zo begonnen, maar ik had geen zin om op te nemen omdat hij er niet was. En kijk, dit zijn allemaal dingen die ik alvast heb. Ik heb niet gehackt. Als je dat even weet, want je kan op mij. Kan je hier wel hacken trouwens? Ja, toch? Nee. Maar kan je wel hacken, maar dat mag niet. En ik heb ook een mine gemaakt. Kom even mee, Matthijs. Oh, ik had al een mine. Kijk, ja, maar ik heb best wel. Ik heb het tot niveau 10. Oh, oké. Okay. En wist je op niveau 11 kun je het beste armor? Waar zo? Op het niveau 11 kun je het beste diamonds. Nou, 10 toch ook? Ja. Je moet aan sommige kanten zijn, is het niet heel erg goed. Ik hang het even af. Heb je trouwens diamonds? Hè? Heb je trouwens diamonds? 4. Oh ja, nou heb jij diamond pickaxe dan? Nee. Maar ik ga nog even kijken. Oh ja. Ik ben nu even het afminen. Ik ga het makkelijker maken. Met de strip mine. Oh ja, ga jij even één kant op, dan ga ik één kant op. Oké. Ik hoor de hele tijd iets op de achtergrond. Wat dan? Bij mij? Ja, iemand praten. Zeg even tegen iemand dat ik het opnemen ben. Hoor je het nu nog? Heel klein beetje. Ah, maakt vast niet uit, joh. Oké. Okay. Ja, zo, 17 of zo. Oh, ik heb cool en redstone. Ja. Ik heb al één gang gemaakt. Ga ik niet afmaken, heb geen zin. Ik heb redstone. Ja, ik ook. Maar redstone is toch niet heel erg belangrijk, maar het is wel leuk. Het is gewoon leuk, want redstone vind je echt superveel. Oh yes, gold. En mijn armor pick is bijna op. Misschien kunnen we zo golden apples gaan. Ik ga even met stone pickaxe door, want ik heb heel veel stone pickaxe. Oh, oké. Zal ik de chat even uitzetten? Ik zet de chat even uit, want die aanstaan is heel vervelend. Ik heb hem op heel klein staan. Hoe klein? Hoe doe je dat klein dan? Nou, gewoon. Oh, dat kan erg. Ah, dat hoort niet. Wil je de kijkers geen verhaal of zo horen? Ja, wil je een verhaal horen? Nou, zo ja, zet het even in de comments. Ja. Zo, nee, zet het ook in de comments. Maar we vertellen gewoon even een verhaaltje. Hé, hey, Matthijs, vertel eens over jezelf. Nou, ik ben Matthijs. Ik ben net zo oud als hem, denk ik. Ja, ik ben 12 jaar, zou het even weten. Hij is ook 12, toch? Of niet? Ja. En ik heb zelf eigenlijk nog geen genomen. Misschien ga ik er eentje maken, maar ik speel. Wat ik doe in het dagelijks leven is. Minecraft. Nou. Ja, ook huiswerk maken, ja. Huiswerk maken, dat is echt niet leuk, hè? Nee. Oké, okay, wie vindt het wel leuk? Zet even in de comments als je het wel leuk vindt. Dan mag je naar mijn huis toe komen en dan mag je heel het jaar door al mijn huiswerk gaan maken. Ja. Oké? Okay? Ja, willen ze vast. Die van Matthijs mag je dan ook. Matthijs geeft hem gewoon even op school mij, want ze hebben mij op school. Niet in de klas, maar... Ja. Maar zet even in de comments ook, bijvoorbeeld als je een verhaal wil horen of zo. Ja, maar we gaan sowieso een verhaal vertellen. Voor de kijkers van de vorige keer, want de vorige keer zei ik iemand dat was heel grappig, zei ik ja, als je nog vragen over mij hebben, dan kunnen we het altijd zeggen. Bijvoorbeeld, Joren, wat is je achternaam? Nou, dat weet ik niet, zei ik toen. Ja, Joren, wat is je achternaam? Nou, voor de duidelijkheid, mijn achternaam is Simonsen. Oh, dat steekt niet. Nee, ik ook niet. De vorige keer tenminste niet, dat heb ik op internet opgezocht. Wat leuk, het is echt super leuk voor de kijkers. Ja. Echt, hey, heb jij al wat? Ik heb best wel veel kool, ik heb iron gehakt. Ik ook, maar ik heb iron, jongen. Hey, maar wat zijn de plannen voor deze survival? Want we gaan deze survival natuurlijk ook dingen doen. Heb je al plannen gemaakt? Ik wil eigenlijk nog niet. Eigenlijk nog
eigenlijk moeten we zo'n wal of... Nee, ik heb goud. Oh, ik had dat net ook. Eigenlijk moeten we zo'n wal en dan kunnen de kijkers, dan kunnen ze allemaal dingen sturen. En die mogen wij... Ja, zo'n opdrachten, wat we allemaal gaan doen. Ja, opdrachten. Dus dan moeten we even wat hout gaan hakken. Oké, dat heb ik echt, elke aflevering heb ik het heel vaak gedaan. Heel vaak hout hakken. Maar hoe ging je ooit dood op die survival van die skeleton? Ja, maar kijk, toen was mijn muis heel vervelend, want ik had niks om op te leggen. Het was best wel vervelend en toen... Ik heb trouwens, ik zit helemaal vol. Gewoon even seat weg. Okay. Maar, Diamonds! Echt? Ja. Yeah. Zit je ver? Ik zit gewoon op 11. Ja, maar zit ver van de normaal punt vandaan. Want ik kom eraan, ik wil het hakken. Hè? Huh? Ik heb ook. Ik heb iron pickaxe. Wat, heb je toch gehakt? Oh, hey, nee, tp maar. Nee, ik tp niet, ik heb geen zin in. Ik kom naar jou toe. Oh. Ik ben hier. Waar dan? Nee, eerst, nee, nog niet hakken. Eerst even kijken altijd hoeveel er zitten. Oh, het zijn er waarschijnlijk 4. 4? Nou, dat zijn, dan hebben we er in totaal 8. Jij mag ze hakken. Chunk no. Jij mag 2 hakken en ik 2, oké? Okay? Bam. Yes. Bam. Ja, die was niet. Yes, ik heb hem. De andere 2 nog. Mag die hakken? Wat? Die andere? Hoeveel heb jij bij je? Ik heb geen diamonds, ik kan ze niet oppakken. Wacht even. Arcasius heb. Ja, ik heb er 2. Wacht even. Hier, nee, ga daar weer staan. Ga daar weer staan in het. Yes. Hier. 1. Zo, heb ik er 4, jij 4. Ja, ik heb er 4. Oké. Nou, ik ga weer terug. Ik ben level 35 trouwens. Ik ben level 7 nu. Oh ja, maar ik spoel deze al eventjes. Maar dus ik ga, en we hebben... Ik heb honger, ik ga even eten. We hebben, misschien moeten we even wat leren, want dan kunnen we een enchanting table maken. Ja, een enchanting table is heel handig. Maar het ook, wat ook handig lijkt is een, of een diamond pickaxe, dan kunnen we naar een nether. Als we naar een nether kunnen, dat is heel handig. Ja, maar kijk... Oké, het begint bij obsidian. Weet je obsidian, maak je een nether portal. Luister even. Met obsidian maak je een nether portal en een enchantment table. Oh shit. Ja, maar weet je wat zo en slecht... Met een enchantment table kan je heel veel verder met je wapens en zo. En als je naar een nether gaat, dan kan je... hoe heet dat ook alweer? Blaze rods. En daar kan je blaze powder van maken. En van blaze powder kan je met any pulse kan je... Eye of Ender maken. Dan kan je met Eye of Ender... Kan je een stronghold vinden plus en een portal. Maar één ding zou ik je zeggen, wat eigenlijk een beetje slecht is. Creepers kunnen niet ontploffen op deze server. Echt? Ja. Maar dat is best wel creepy. Snap je hem? Oké, ik voel het goed. Maar oké, en je kunt slash warp nether doen. Maar dat gaan wij niet doen. En wat is dat? Slash warp nether en dan kom je bij de nether, maar dat gaan wij niet doen. Want dan wij gaan gewoon een nether portal maken. Ja, anders verpest je het gewoon. Mijn pickaxe. Ja, maar ik ken dat heel veel mensen die nether in moeten te verkloten, jongen. Misschien hebben ze gewoon die spanners ook gewoon kapot gemaakt en zo, hè? Ik moet even. Ik ga even nog wat iron pickaxes maken. Nog 2 jaar voor jou bij. Ik heb geen iron pickaxe. Ik heb een stone pickaxe. Ook heb ik trouwens cool gevonden. Cool, hè? En mijn iron pick is trouwens ook bijna kapot. Cool, hè? Ik vind het hakken vind ik gewoon klaar, hè? Ik heb hartstikke veel. 4 diamonds. En jij hebt 8 diamonds. Laten we even een enchantment table maken. Oh, dan moet je eerst diamond pickaxe hebben. Heb jij trouwens... Rot is... Heb jij trouwens een keer lava tegengekomen? Lava? Diamonds! Ja? Ik kom naar je toe. Zeg toch, je moet gewoon... Elf gaan. Ja, maar jij zit op een diamond. Ja, ik ben een diamond vinden. Ja, maar net was het ook. Okay. Oh, dit zijn er even kijken. Oh, hoeveel diamonds hebben we? We hebben vijf diamonds. Dit zijn er 5, ja.
Oh, hak ze allemaal. Het is heel donker. Ik zet even een lichtje neer. Oh, ja. Heb jij geen kool gevonden of zo? Hè? Huh? Je kan het ook... Oh, wel, maar ik kan... Hé, hey, hier, Arjen. Maar ik kan heel makkelijk kijken. Ik heb denk ik mijn brightness niet zo hoog staan. Ik heb er nu 8. Ik ga even kijken. Als ik deze kool heb gehad. Oh, heb je het? Hoeveel dia heb je? Ik heb 8 dia's. Ik heb 5. Oké, wacht even. Waar kun je dat zien? Video's. Ja, ik heb hier een techno bij me. Wat zei je? Wat heb je? Ik heb nu 8 diamonds. Oh, ik heb hem op zo hoog staan. Doe dat ook. Dat is best wel fijn. Dan hoef je geen stortjes te gebruiken. Oké, ik heb er 5. Video settings. Doe het nog maar video settings. Gaan we stoppen met mine of... Ja, video settings. Met filmen bedoel je? Video settings, ja, maar dan? Dan? Ik weet niet, ik zie het niet. Brightness, moody, ja, ik weet, ik zie het al. Ah ja. Oh, 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 nu heb ik die vast. Hij loopt even vast hoor. Huh? Hij liep even vast. Gaan we nog even naar buiten of... Oh ja, hij zit nu heel goed. Ja, we gaan nu naar buiten, hé? Ja, kom. Wat? Ja, verkeerde kant. Okay, ja, ik weet niet hoor, wat jij deed. Hij begon. Wacht even. Ik geef jou de schuld. Dat was best wel creepy. Snap je? Met de creepers. Maar waar ben jij? Ik ben nu in de gang. Ik ga naar boven. Nee. Blij dat stop is. Weet je wat heel handig is? Dat je sneller gaat. Nou? 10 hoog, dan moet je springen. Zo kan ik rennen. Dan ga je veel harder. Ja, kijk, dat doe ik ook. Hè? Nee, echt springen, hè? Als je... Nee, kom eens hier staan. Nou en. Maar Matthijs, ik ga even naar boven. Is de koning... Maar is het nog nacht? Ja, Mr. Blassie is hem. Ja? Dat is toch onze koning of zo? Waar had je het over? Zoiets. Hier zit een oven met... Ja, er zit een oven, hè? Ja, met... Er zat iron en coal in. Oh ja, maar die had ik de vorige keer dan neergelegd. Omdat ik niet wist of ik echt zou spullen mogen gebruiken of zo. Ja, hier heb je de coal. Nee, die mag je ook wel hoor. We doen het samen, hè? Dit is team survival. Oh ja, maar ik heb ook coal. Ik heb coal in mijn hand. Is het coal of charcoal? Ja, cool. Zullen we eigenlijk, dit is een soort kingdom, maar zullen we eigenlijk zo een keer alles pakken, alles wat fijn is, en dan wegtrekken? Wat? Doe je? En dan gewoon alles pakken wat we nodig hebben, en dan gaan we gewoon een nieuwe plek zoeken. Oh ja. Heb je trouwens veel stiek? Het is echt heel donker. Heb je veel stiek? Ik ben bang in het donker. Ik zit in de tent. Oh, lekker tent. Ik ga slapen. Het is ook als je slaapt, wordt dan automatisch set home gedaan, hè? Ja, maar dat helpt niet, want er zijn mensen online. Dan moet iedereen geslapen. Dat is zo. Hey, hoeveel... Wacht, ik ga even slapen. Je kan niet slapen. Nee, dan moet je heel vaak klikken, ja. Hoeveel steek heb jij? Het regent af. Ik heb nu 10 steaks. Oh, ik heb nu 11 steaks. Maar hoe kom je aan die steaks dan? Oh, gewoon koeien killen en dan... Mag je gewoon hier bij het dek of zo? Wacht, hoeveel steak heb jij? 11. Kijk hier, let op, achter je. Nee, hij doet niks. Wat? Jongens, god. Kom dan, jongen. Bitch. Sorry, Matthijs. Bitch. Oh, ik had nog een keer. Oh, ik kreeg een creeperhead. Bitch. Het loopt even een beetje vast bij mij. Bij mij doet het. Bij mij ook niet. Ik zie waarschijnlijk even serverlag. Maar weet het wel vaker. Oh, mijn schoen is echt kapot. Hij beweegt alles wel en zo, hè? Oh, ja. Downloading terrein. Downloading terrein staat er bij mij. Ben jij ook? Ja, en dan... Oké, back. Moet je even refresh doen. Oké, ja, nee, ik heb hem... Ik ga, ik,
Kom je weer in? Ik ook, proberen. Nee, ja, dat niet. En wij, bij mij ook niet. Refresh. Maar als hij het dus niet doet, dan stoppen we hierbij. Even de voorstelling van Matthijs. Ja, hij doet het bij mij niet. We gaan even kijken wat het is. Ik heb gewoon een kleine storing bij de server. En we kunnen hier nou... Ja, doei. Nou, bedankt voor het kijken. Geef een... groen duimpje omhoog! Groen duimpje omhoog. En abonneer even op deze... ja, blauw duimpje ook goed. Maar abonneer even op deze goede gast. En dan zeg ik... En abonneren, hè? Abonneren kun je onder klikken of boven. Ik weet niet waar jullie zitten, maar je kan altijd klikken op abonneren. En wij gaan kijken of de server het weer doet. Ja. Tot ziens.